Welkom bij 42 Actueel, met deze week de volgende onderwerpen. De gemeente is een plan aan het maken voor de bouw van woningen op het terrein van de voormalige Willy Broerders school in Lage Zwaluwe. Op 20 juli organiseerde de gemeente een informatieavond hierover in de brasserie Het Appeltje in Lage Zwaluwe. Het Willy Broders terrein was een tijd lang in beeld als plek voor tijdelijke woningen. De gemeenteraad heeft inmiddels besloten dat hier geen tijdelijke maar permanente woningbouw moet komen voor met name starters en senioren. Daarom heeft de gemeente een voorlopig plan op laten stellen voor 24 woningen. Het plan houdt ook rekening met de nieuwe vestiging van een huisartsenpraktijk, Annex Apotheek. Op zondag 21 augustus passeert de wielerronde La Vuelta Olanda onze gemeente tijdens etappe Breda-Breda. Om een veilige doorkomst te garanderen, is de gemeente nog op zoek naar een aantal vrijwilligers. Wilt u vooraan staan en een tof Vuelta-pakket ontvangen? Meld u dan nu aan op het gemeentehuis. Voor instructie en een korte cursus wordt gezorgd. Van eind juli tot eind september gaat een ingehuurd bedrijf aan de slag met de jaarlijkse 360-graden panoramafoto's van de gemeente Drimmelen. Hiervoor zullen cameraauto's van Cyclomedia systematisch door alle straten van de gemeente rijden om foto's te maken. Deze foto's gebruikt men om zo alle wijzigingen in onze openbare ruimte in kaart te brengen. Het is belangrijk om te weten welke veranderingen onze leefomgeving de afgelopen jaren heeft ondergaan. De beelden worden bijvoorbeeld ook gebruikt bij de voorbereidingen van werkzaamheden. En als inwoners een vraag hebben of melding maken, krijgt de gemeente vrij snel een beeld van de locatie of situatie. Onder het motto Opvoeden doen we samen, koppelt buurtgezinnen, gezinnen die steun kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. Buurtgezinnen is op zoek naar een coördinator. Ben jij die contactpersoon voor de gemeenten, zoals sociale wijkteams, scholen, hulpaanbieders en de vraag- en steungezinnen? Lees dan verder op hun website www.buurtgezinnen.nl. Vorige week is in onze gemeente weer met veel succes een zwemvierdaagse georganiseerd. De organisatie had naast het zwemmen ook veel andere programmaonderdelen voorbereid. Het mooie weer heeft er zeker ook toe bijgedragen dat het een gezonde, sportieve en leuke activiteit geworden is. Door het warme voorjaar zullen we deze zomer heel veel wespen te zien krijgen. Ziet u wespen steeds naar dezelfde plaats vliegen, dan zal er waarschijnlijk een wespennest zitten. Wespennesten kunnen overal zitten, zelfs in de grond. Ga nooit zelf aan de gang om een wespennest te verwijderen. Veel bedrijven zijn gespecialiseerd om de wespennesten die u tegenkomt op een ongelegen plaats te verwijderen. In de natuur horen wespen thuis. Daar hoeven nesten dan ook niet verwijderd te worden. Op woensdagmiddag 5 oktober zal Repair Café haar deuren openen in Terheide. Vanaf die datum gaan onze deskundige vrijwilligers eens in de twee weken samen met de inwoners van de gemeente Drimmelen hun kapotte spullen repareren. Repair Café is uitgegroeid tot een internationale organisatie die zich ten doel stelt duurzaamheid te bevorderen door repareren op een moderne manier terug te brengen in de lokale samenleving. Tegelijkertijd biedt het Repair Café mensen de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier buurtgenoten te ontmoeten en nieuwe contacten op te doen. Bij deze nodigen wij u uit voor de officiële opening van dit repair Café dat gehuisvest wordt bij SOFAC in Terheide. Nadere informatie over deze opening ontvangt u in de loop van september. Maar zet u deze afspraak alvast in uw agenda. Directeur Henny van Groesen heeft afgelopen week tijdens een speciaal voor haar afscheid georganiseerde dag, afscheid genomen van haar geliefde school, de Elsenhof in Wagenberg. Ze werd ochtends opgehaald met een Scottbus en werd door alle kinderen van de school verwelkomd in een kleurrijke bloemenhaag. Eenmaal in de school kwamen alle kinderen met bloemen naar haar toe om haar voor elf leuke jaren te bedanken. Natuurlijk werd daarbij gezongen en werd ze verrast met veel cadeaus. Op 1 oktober doet ze daadwerkelijk de schooldeur achter zich dicht en gaat ze genieten van haar pensioen. Dat mag dan ook wel, na 47 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben. Haar opvolster, Lisette Vellenkoop, komt in een gespreid bedje, zoals we dat zeggen in Brabant. De school staat er goed voor, mede door de inzet van directeur Henny van Groesen. Wij wensen haar een hele fijne, gezonde en vooral rustige toekomst toe. Dit was weer 42 Actueel. Na deze uitzending staan een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. Volg u ons ook op de social media van Omroep Dimmelin. Graag weer tot de volgende keer.